z'n allen. En dan heeft hij zijn ei, dat heeft zijn eigen bootje, maar dan werkt hij gewoon voor een van die mensen. Voor die mensen, als hij die groep heeft, dan staat hij wat af of zo. Dat is een beetje zijn coverwerk, weet je. Dat doet hij goed hoor, je moet geld verdienen. Ja, hij moet iets doen. Dat doet hij goed, hij is niet dom. Nee, hij is ook niet dom, maar hij zit daar en hij rijdt zo, Johan, je weet ook, ik zou veel voor je doen, maar dit wordt een groot probleem, zei hij. En hij zei, hoe dan ook, je krijgt hier de schuld. En ik zei, ik weet het niet, ik weet niet wat ik moet doen, ik kan niet naar de politie, ik kan dit niet allemaal, kunnen we het oplossen? Toen zei hij, ja, zijn boot staat daar zo, staat daar zo bij die pier zo, ik weet het ook. Ja. En hij zei tegen me, oké, help me dan eventjes. Ja. En dus hebben we gewoon aangenomen naar die boot. Getild. Ja, met z'n tweetjes even snel. En hij niemand heeft je gezien toen ook? Want het is toch bij de merrie die bootjes daar? Ja, maar er is niemand op. Niemand let op je s'avonds daar als je loopt. Het is donker. Maar zelfs al loop je daar met iemand, dan denken ze zijn aan het spelen of zo, weet je. Ja, die tilt zo'n dingen, wij zijn bezopen of wat dan ook. Ze letten niet op je. En hij zei tegen me van, wat zei hij toen tegen me? Toen ik daar was, zei hij van, ja, maar weet je, je moet wel morgen naar school toe gaan en die dingen, want als er een vermist meisje is, dan... Hij is slim, joh, dat. En met deze dingen ook. Ik zei, ja, je hebt helemaal gelijk. Ik moet gewoon normale dingen doen. En ik zei bovenop, ik ga er morgenavond ook nog even naar het casino toe, dat ik op de camera ben en zo. Oké. En ik zei, oké, is goed. Prima. Dus ik ben naar huis gegaan. Hoe ben je naar huis gegaan dan? Ik ben gewoon gelopen, man. Wat denk je? Ik moest die dingen... Hoe ben je dat lopen dan? 15 minuten of zo. En het schoenengeval is allemaal gelopen. Dat weet ik wel. Heeft hij die schoenen? Nee, die schoenen die hebben we gewoon weggegooid. Die heb ik gewoon zelf weggegooid. Op de weg daar naartoe, op de weg naar huis toe, dan... Gewoon uitgetrokken weg. Nee, ja, van die putjes heb je daar. Gewoon ergens in een putje. Van de riolering of zo. Ja. Oké, mama. Jij loopt naar huis en hij vaart direct naar buiten. Hij vaart direct naar buiten. Wat hij me heeft verteld, is volgens mij is hij niet eens 2 kilometer gegaan of zo. Hij heeft me verteld, hij heeft die boot genomen. Hij is ver gegaan en hij heeft er gewoon over de zij gegooid. Dus hij teruggekomen, heeft hij zijn boot daar gezet. En is hij nog bij mij thuis langsgekomen. Ja, nog even. S'nachts. Ja. En dus, toen hebben we nog even gesproken en toen zei hij tegen me van, ja weet je, het is allemaal goed. Ze gaat gewoon vermist zijn, ze gaan zoeken, maar ze gaan niks weten. Misschien komen ze nog bij jou. En toen zei ik van, ja weet je wat, we moeten het wel even goed allemaal afspreken, heb ik tegen hem gezegd. Ja. Van, want ik ben, ja, we waren allebei natuurlijk wel een beetje nerveus. Het is natuurlijk ook iets, het is niet iets zo klein, weet je. We waren allebei van, ja, we hadden ook wel samen, we hebben samen wel dingen gedaan eerder. Dat is zo. Kijk, daarom, ik weet ook dat toen ik, als ik iemand moest bellen, dat ik hem moest bellen. Ja. En dat hij dat voor me zou doen. Ja. Maar, ja, ik, op dat moment was het zo van... Het moest goed zijn. Als de politie toch zou komen voor de vermissing bij mij, want ze hebben mij gezien weggaan met Cars and Charles, met dat wijsje. Die jongens die weten oké, die hebben me alleen daar afgezet. Die weten verder niks meer. Die pak is dat vies. Domme jongens, Patrick. Die zijn het niet eens waard, weet je. Nee, maar dat heb ik wel lang aan de raad, ja. Maar die hebben je afgezet en voor de rest moet je nog denken hoe kon je me eigenlijk, moeten zijn om hem ook te laten zeggen, om hun ook te laten zeggen, dat ze net het hotel hebben afgezet, hè? Dat heeft het ook helemaal in de war gegooid. Ja, natuurlijk. Het heeft het helemaal in de war gegooid. Dus ik zei tegen hem, ja maar oké, als de politie komt, die bakkenisaties, die hebben we daar bij het strand afgezet. Dus ik moet ook met hun praten. Ja. Zei ze, ja dat is zo. Dus dat, maar jij hebt die twee nooit niks verteld, hè? Nooit. Nee. Nooit. Ja, nu toch achteraf, weet je, ik had niet kunnen weten dat het shit zo van media. Nee, oké, daar heb je een beetje pech mee gehad, dat het zo'n gigantische media fucking hype is geworden, weet je. Maar nu kan ik daar ook weer misbruik van maken. Hè? Hebben we erover dan? Ja, gewoon maar daar is erover. Ik ben gisteren weggegaan, je had geen niet meer, of wel? Nee, maar mij is stomd om. Ja, dat was dat dan, of niet? Patrick, ik heb 2 uurtjes verder geweest, Patrick. Maar je was er aan het vingeren toen in die bam afgelopen? Nee, ik was aan het vingeren, aan het lullen. Gewoon met aan het lullen, En toen ik wou... Dat ze me even met pik nog ging zuigen, ik wou dat net gaan zeggen. En toen in een keer... Klaar. Wat deze zo trillen? En die politieagenten, die hebben me tijdens die verhoren, die geven je zoveel informatie, hè, over wat ze weten. Hè. Ze willen het gelijk allemaal op tafel gooien, maar ze weten geen shit. Oké, als dat zo is, dan is dat wel zo. Ik had ook nog, hè, ik was op leer toen ik daar wegging. Ik heb ook nog gewoon mijn vriendinnen ge-sms'd, hè, van hey schatje, ik zie je morgen en zo.
Ik had er helemaal geen slecht gevoel bij. Ik heb er geen nachtslaap over verloren. Ik dacht, het gaat door, we moeten door. Het moet er goed uitzien. Dan kunnen ze me niks doen. En zo is het ook gegaan. Joran, het is klaar. Ja? Maar Dauri, praat je wel eens met hem? Ja, ik praat wel eens met hem. Vaak? Nee. Zo. Hoe praat je? Telefoon? Nee, zie je met hem? Internet. En kan dat... niet, Joran. Kan niet. Nee. Maar over dit ding praten we alleen als we met elkaar zijn. Joran. Duidelijke aanhoudende bekentenissen. Waaruit blijkt dat Joran geen seconde wakker ligt van alles. Maar de vraag is of het ook allemaal de waarheid en niets dan de waarheid is. Dat Joran onze infiltrant Patrick zowel in woord als gebaar volledig in vertrouwen neemt en een harde bekentenis doet, dat is duidelijk. Maar dat wil niet zeggen dat hij bepaalde gebeurtenissen niet kan hebben afgezwakt, achtergehouden of verdraaid. Zelfs in de beste huwelijken zijn partners niet altijd volledig of waarheidsgetrouw naar elkaar, als dat een keer beter uitkomt. En in bekentenissen in misdaadzaken is dat helemaal een bekend verschijnsel. En dat kan dus ook gelden voor sommige dingen die Joran zegt over bijvoorbeeld de doodsoorzaak van Natalie of de manier waarop hij die nacht is thuisgekomen. Soms had ik ook het gevoel dat hij zich wel eens versprak als hij het over zijn helper van die nacht had. Of moet ik zeggen helpers, want hij spreekt dan vaak in meervoud. Hogere machten, mensen die hem hebben geholpen. Is er iemand die hij op die manier beschermt? De ene dag zegt Joran dat hij de naam van zijn helper tot in zijn graf mee zal nemen. Om de volgende dag, na enig aandringen van Patrick, ineens met ene Dauri aan te komen. Eerst is het een oudere, dan een man van nog maar 22 jaar. Op dat punt zal het mij niet verbazen als Joran veiligheidshalve een dwaalspoor heeft uitgezet. Politieonderzoek zal dat duidelijk moeten maken. En om het lopende politieonderzoek daarna niet te verstoren, hebben wij er zelf van afgezien om op Aruba navraag naar deze man te doen. Na de onderbreking ziet u de climax van Jorans ontmaskering en de reactie daarop van Natalie's moeder Beth. Tot zometeen.